Hallo, welkom bij weer een nieuw filmpje. Ik heb deze keer een soort A4 formaat gebruikt en vooraf heb ik enkele veertjes uitgestanst en die ben ik hier aan het bewerken. Ik heb die het tipje daarvan, het topje daarvan heb ik geëmbost met een blauw, nee, blauw kan je dat niet noemen, hè. Ik kan precies niet nadenken vandaag. En hoe heet die kleur nu? Appelblauw zeegroen. Ja, appelblauw zeegroen of muntachtig. En ik heb mijn layout gemaakt op een basis van vellum. Ik heb uit een van de papiertjes van de Scrap Delight kit, Always Happy, ben nog altijd met die kit bezig, heb ik een cirkel, een halve cirkel uitgesneden. En die heb ik dan op het vellum geplakt, zoals jullie zien. Aan de andere kant heb ik allemaal veertjes die ik heb uitgeponst, dus over elkaar geplakt, om daar een randje te maken. Dan ga ik op de halve cirkel een soort laagjes maken voor mijn foto op te zetten. En die ga ik een beetje aankleden met de tags die ik nog heb. Ik maak zowel aan de linkerkant, waar veel papier is, een cluster. En dan aan de rechterkant, nee, omgekeerd, hè. Oh, dat links en naar rechts altijd echt moeilijk, hè. Vinden jullie dat ook zo moeilijk? Oh, ik word er echt zot van. Dus, rechts is het hand waarmee ik schrijf. Dus rechts en de rechterkant waar al de foto komt, heb ik een cluster gemaakt. En dan aan de linkerkant, waar het reepje met veertjes is, daar heb ik ook een clustertje gemaakt. Ik heb ook, om dat muntkleurtje, dat appelblauwe zeegroen, te laten terugkomen, heb ik in Versamark, een soort Versamark, het is geen echte Versamark, heb ik gestempeld, een label gestempeld. En dat heb ik dan met embossingpoeder bewerkt, zodanig dat dat kleurtje daar ook gaat terugkomen. Je ziet dat dat op een papiertje is waar op de achterkant iets op staat. Maar ja, we gaan dat niet weggooien omdat daar iets op staat. Ik kan de bittenkant nog altijd gebruiken. En dat steek ik dan onder de laagjes waar mijn foto op komt. Zodanig dat dat muntkleurtje, dat appelblauwzeegroen, nog eens terugkomt. Ah, en hier zijn we terug. Je ziet, ik heb het eerste deel 's avonds denk ik opgenomen en nu zijn we overdag. Vandaar de andere lichtinval. Ik weet niet of jullie dat echt stoort. Ik ben erover aan het denken om misschien toch lampen te kopen. Maar ja, het is weer een investering. En dan, dat pakt allemaal ook plaats in, hè. Maar we zullen wel zien. Ik wil de veertjes die aan de linkerkant zitten ook laten terugkomen aan de rechterkant. En je ziet dat ik ondertussen ook aan die veertjeskant enkele nieuwe veertjes bijgekleefd heb. Ik vond het te roos. Ik wou daar een beetje van het wit laten terugkomen. En dat heb ik zo dan gedaan. En je ziet hier heb ik dan twee veertjes die ik zo laat terugkomen om een beetje de pagina in balans te brengen. Dat is een foto van 1 januari. En ik ga denk ik een beetje schrijven. De journaling zal gaan over hoe ons leven eigenlijk veranderd is. Of hoe anders nieuwjaar vieren nu is, nu we een dochter hebben. En uiteindelijk kleed ik alles nog een beetje aan met de Tiny World bannertjes. En hier en daar ook nog een labeltje. Ik ga onderaan de foto een derde plekje maken. Minifrees, ja. Voilà. Hup. Ah, en ondertussen heb ik ook de naaimachine erbij genomen. En heb ik aan de cirkelkant van de halve cirkel
gestikt. En dan heb ik ook over de veertjes gestikt, om een beetje meer detail te geven. Ik denk dat je ziet dat nu echt niet, denk ik, niet echt op de video. Maar je zal dat zeker wel zien in de foto's die op het einde van de video komen. Ondertussen ben ik al een tijdje bezig ook met mijn nieuwe lijmpistool. Klinkt zo grappig, hè? Lijmpistool. En ik ben er eigenlijk wel tevreden van. Nu ik weet hoe je ermee moet werken, is hij niet meer losgekomen. Dus ik ben denk ik een voorzichtige fan. Ik moet enkel nog iets vinden om zo kleine dingetjes vast te kleven. Ik had altijd zo een flesje kopen met een fine tip, maar ik vind dat eigenlijk nergens. Wat gebruiken jullie eigenlijk om kleine dingetjes vast te kleven en zijn jullie er tevreden van? Mag je het mij altijd laten weten, dan kan ik misschien ook dat gebruiken. Ik wou als titel Happy New Year. Ik heb daar in een wit stiftje Happy geschreven, maar ben er eigenlijk helemaal niet tevreden over hoe dat eruit ziet. Dus ik ga dat een beetje verstoppen en ik ga er iets anders over kleven. Ik kleef er een labeltje over en ik ga dan met andere stickertjes de Happy maken. Ik wil ook nog een beetje dimensie op mijn pagina, dus ga ik wood veneer gebruiken. 3 hartjes. En je ziet, hier gebruik ik dan tacky glue om die vast te kleven. Die tacky glue die verstopt ook heel vaak. Oké, ik ben misschien niet altijd even voorzichtig om dat direct toe te doen. Maar ja. Tja. En dan hier de Happy ga ik dan maken met kleine letterstickertjes. Ik denk dat ik het daarbij houd. Ik zal denk ik hier en daar nog wat spetteren. Ja. Ik kies een spetterkleurtje van Heidi Swap. En dan doe ik hier en daar nog wat spetters. Voilà. Dat was het weer voor deze keer. Hopelijk vinden jullie hem leuk. Als je het leuk vindt, vergeet je dan zeker niet te abonneren. En geef me een duimpje. Tot volgende keer. Dag.